Na 8000 jaar voor Christus raakt in de gebieden die we nu Venezuela noemen het groot wild uitgestorven. De mens gaat jagen op kleiner wild. Hij gaat vissen langs de kust en hij onderneemt het waagstuk over te steken naar de eilanden in de verte. Zo zal hij de stranden van de Benedenwindse eilanden hebben zien opdoemen. Gradualmente nang asinya sumes navigar e gradualmente nang komisa pa popular isla nang tour isla di Caribe Aruba tambe e nabia hadeng un sorto di botto si nang tabting un sorto di canoa di palo e traha hol cu candela e hacha pero hacha di pietra. Talting era di pietra. Chi con antapata come? Chi con antapata mantenere a mes la vita? Mes cosco, pro me, mes cosco con den terra firme, con colisci, con pisca. Op eenzame plekken langs de kust van Aruba, en trouwens langs alle kusten van Amerika, liggen nog vandaag de onaangeroerde restanten van vroegere bewoning. De stille getuigen waarvan de betekenis alleen door archeologen kan worden begrepen. Op Bonaire worden nog vandaag door vissers leeggehaalde schelpen gedeponeerd op precies dezelfde plaatsen waar duizenden jaren terug de Indianen dat deden. Zelfs diep in het binnenland van Curaçao vindt men schelpen. Voedselresten van Indianen die geen landbouw kenden, maar hun eten moesten verzamelen en die hoog in de heuvels woonden. Wetenschappers hebben ontdekt dat 1500 jaar voor Christus landbouwende Indianen naar de eilanden zijn overgestoken. Het waren mensen met een hogere cultuur. Ze hadden werktuigen en ze bouwden huizen. Op Sint Eustatius worden hun stille getuigen geanalyseerd door onderzoekers van de Leidse Universiteit. Zo komt men te weten wat de Indianen verbouwden, wat ze aten, wat voor gereedschap ze gebruikten en hoe ze hun grote familiehuizen bouwden door de geweldige bomen die er toen nog groeiden langs ronde randen in diepe gaten te kantelen, zodat ze een stevige constructie kregen die bestand was tegen orkanen. Over de mensen zelf wordt steeds meer ontdekt, hoe lang ze waren, hoe oud ze werden. Er wordt geconcludeerd dat ze een uitstekend gebit hadden. Maar met dat al blijft natuurlijk één vraag open die het moeilijkste te beantwoorden is. En dat is de vraag of al die dode getuigen iets te vertellen hebben over de levende mens. Wie waren die Indianen? Op Curaçao wordt getracht achter levenloze voorwerpen het leven zelf te ontdekken. Is dat het herman, na de dreetje naar ding, portje de palu, en na de dreetje naar pide asina, kasi de shinde naam, bakari portje, en dan de use in maniok, en dan de raspe. Is dat het indica agricultura di maniok? Daarmee, dan zijn er een hoop artefacten dan, voor example, dan zijn er een hoop example di pintamento di indian. E cui pintamento, e forma, e maniera, e style di pintamento, non sa hai information di onde i indianani bini, fuori di Venezuela. De sombre, e culturale aspecto, mostra. En dan opeens staat er op een stukje oud huisvuil een signaal. Iemand heeft een versiering aangebracht. Veel meer dan de messen en bijlen en andere vondsten die in Antilliaanse musea worden bewaard. En meer dan de stukken keramiek of weefsel spreken ons de voorbeelden aan van speelsheid. Dat wat is nagelaten door creatieve mensen. Iemand die niet alleen een pot bakte, maar die op de gedachte kwam het handvat de gestalte te geven van een slang. Dat brengt ons het dichtst bij de Indiaan die hier werkte. Potscherven die een kikker voorstellen. Of een schildpad. Niet alleen het feit dat ze aardewerk konden bakken voor nuttige doeleinden, maar ook met een rituele bedoeling. Dat dit kind ter aarde is besteld in een urn, leert ons dat de Indiaan een geloof kende. Een opvatting had over het leven na de dood. Tussen die oude diorietrotsen op Aruba vinden wij tekens afgebeeld
waarvan de meeste volkomen raadselachtig zijn. Soms herkennen we dieren of vogels. Of mensen. Maar andere tekens in deze holen en talloze andere grotten in de koraalrotsen zitten vol vergeten betekenis, waar wij nu alleen maar naar kunnen gissen. In Arikok op Aruba, Hato op Curaçao, Onima op Bonaire, in die sleuven die door de golven waren uitgeslepen in de kalkterrassen, staan de levenstekens van een volk dat geen geschreven taal kende. En natuurlijk, het staat iedereen vrij er de betekenis van te duiden, zowel de academici van buiten als de bewoners van de eilanden zelf, die op hun manier proberen uit te vinden hoeveel van die overlevering hen in het bloed zit. Και μένουν οι πουέμπλο του Μπονέρου που μοίρα και μάρκαν άγγι, τα σύντη που εμπονεριάνουν. Δε τάντου έποκα πασά, καπίντε κόσταν άγγι. Νο, τα ον κόσ ή τα μπίσα μούντο. Τα πέσα επάμι, έσα και τα ερένσια δίνος αντεπασάλουν. Η μάρκαν γιάνα άγγι, πάμι, τα μπίβου. Τέμπου να μπίβου, νο. Εχόμπρο που τα μάρκα, αφ εχόμπρο που τα πίντα, τα πέσα μανέρα ουν σασερδότε. Kuta hasi un señal mágico. Un tatur hende po hasi cierto cos. En el momento e hende kuta ti un capacidad especial ta bora wore reconsidera como hende kuta ti un contacto ku espíritu ku Dios na ku forza na grande de naturaleza. Awo e hende e injan kuta bata pinte cos na ki ta bora hombre kuta ti un poder espiritual ku pa motivo ku pa su pueblo eta por a pronosticar que dia meste vai coe tortuga que está subitera e meste escoge e dia na mais adequado pe vai navegar ou pe vai viajar riba la man ou pe vai pisca ou pe vai planta ou pe vai caça ou pe vai etc. E marca na guita de uma maneira sorto de notebook, não? So antecanem camina e tapa da boi. Não se me riem punti, 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 será na guita. Cada um de punti na guita, tapa da maneira bevolkings registro de tempo. É marca não mágico que também sei que está a representar certo estreia, não está a representar certo crença de Deus não que antes estava a viva de nosso povo. De kunstvoorwerpen die in Antilliaanse musea worden bewaard stammen uit Indiaanse culturen van 800 tot 1500 jaar geleden of nog langer. Maar ze zijn niet helemaal verdwenen. Verwante Indianenvolken bestaan nog in onze eeuw op het vasteland, in Venezuela en Colombia bijvoorbeeld. Hier vonden archeologen het verleden in natura, mensen die leven van cassave, maïs, vissen en vruchten. Mensen met eigen rituelen, met hun eigen magie. Mensen die nog leven met tekens die wij weer herkennen van opgegraven potscherven. Hun bestaan kent nog een volstrekte harmonie met de natuur, die ook doorwerkt in het contact met de geestenwereld. Uit de schors van bepaalde bomen wordt hier via drogen en malen een bedwelmend poeder gewonnen. De mannen blazen het elkaar in de neus, met braakneigingen als lichamelijk gevolg, maar met als spiritueel resultaat dat de geesten in hun lichaam komen wonen. Zij vertellen dat dankzij die geesten hun dorpspriester, de sjamaan, macht en geneeskracht krijgt. Hij bestrijdt ziektes en verwondingen. Zijn lied
is een bezwering van de boze kwaal. Iets als dit moet 1000 jaar geleden hebben bestaan op de Antilliaanse eilanden, waar de Indianen hoog in de heuvels uitkeken over de vlaktes en over de zee, altijd bang voor ongewenste indringers. Er waren wel oorlogen tussen de vreedzame Arawakken, die er het eerst woonden, en de meer agressieve Cariben, maar op de benedenwindse eilanden was die strijd het minst hevig. Dat is gaandeweg gebleken uit oude reisverhalen. Net zoals men later veel ontdekte over het karakter van de mensen die op deze eilanden hebben gewoond. Los de aquí, maravilloso. Eran una gente tratable, muy desarrollada, inteligente. En todos los cronistas encontramos nada más que elogios para los caquetíos. Uh-huh. Eran una gente que vivía verdaderamente de una forma pacífica, trabajo. No eran, eran guerreros cuando tenían que serlo, ¿verdad? En die Indianen hebben even lang uitgekeken over de oceaan, niet vermoedend dat van achter die horizon hun ondergang zou komen. Aan de overkant van het water ligt dan Europa, letterlijk en figuurlijk het tegendeel van de Indiaanse beschaving. En op dat moment middenin een culturele opleving, de Renaissance. In kerk, kunst en wetenschap breken nieuwe of herboren ideeën door. En één daarvan betreft de kennis van de aarde. Al sinds de antieke oudheid is een flink stuk van Europa, Noord-Afrika en Azië in kaart gebracht. En men dacht daarbij dat de aarde een plat vlak was. Er bestond nog een andere zienswijze, namelijk dat de aarde niet plat is, maar een ronde bol. Een theorie onder andere ontwikkeld door de toenmalige zeevaarders bij uitstek, de Arabieren. Die opvatting fascineerde een Italiaanse scheepskapitein, woonachtig in Spanje, Christoforus Columbus. Als de aarde rond is, meent Columbus, dan ligt het rijke Indië aan de andere kant van de oceaan die aan Europa grenst. Het ontdekken van die route zou commercieel uiterst interessant zijn. En hij vraagt van de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella geld en toestemming om die route te verkennen. Tegelijkertijd heeft hij geheime contacten met in Spanje wonende Joden, die door dezelfde katholieke vorsten dreigen te worden uitgeroeid. Joodse geldschieters steunen Columbus in de hoop dat hij wellicht een legendarisch Joods rijk zal vinden aan de andere kant van het water. Als hij in augustus 1492 uitvaart, heeft hij een deels Joodse bemanning die zo aan vervolging ontkomt. Na 3 maanden landen ze bij het huidige Samanaque, ten noorden van Cuba. Te midden van eilanden waarvan Columbus denkt dat ze voor de kust van Indië liggen. En hij noemt ze dan ook vooreilanden, Anteislas, later verbasterd tot Antillia's. Het grootste noemt hij Hispaniola. En binnen een jaar maakt hij een tweede tocht, iets zuidelijker. En het is tijdens die reis dat hij in november 1493, noordwestelijk van Sint Kitts, over bakboord het eiland heeft gezien dat later Sint Eustatius zou heten. En nog geen dag later heeft Columbus precies zo ook over bakboord de hoge kale rots in zee ontwaard, Saba. En misschien heeft hij met helder weer op dat ogenblik over stuurboord golvende heuvels in de verte kunnen ontwaren. Dat was op de dag van Sint Maarten.